bestaan in allerlei soorten maten. Van een koekje uit de koekjestrommel pakken tot het plegen van een moord. Ik denk dat ieder mens zeg maar in zich voelt wanneer hij iets verkeerds doet. Daar hoef je geen christen voor te zijn of geen gelovig voor te zijn. Luiheid bijvoorbeeld is ook een zonde. Hè? Als je elke dag in je bed hangt in plaats van even je best doet, even mensen om je heen helpt. Ik vind het heel, heel indrukwekkend. Ik heb nog nooit zoveel biechten gezien. Dat is echt super mooi. Biechten is voor mij heel belangrijk omdat ik dan mezelf met God verzoend. Ik voel me dan vrij. Voor de biecht dan zit ik er vaak mee met wat ik slecht heb gedaan. Weet je wel, als ik iets heb gedaan waarvan ik absoluut niet trots op ben. Ik als katholiek ik wil graag een goede relatie hebben met God. En het is ook een soort vriendschappelijke verhouding. In een vriendschap of in een relatie met een familielid kan het zeker wel eens voorkomen dat je een fout maakt of dat je iets heel vervelends hebt gezegd. Dan zit dat de hele tijd in mijn gedachten. En na de biecht dan kan ik dat mezelf vergeven en dan hoef ik er niet meer aan te denken. En dan weet ik dat dat voorbij is en dan kan ik gewoon opnieuw beginnen. Biechten is dus voor mij belangrijk omdat die relatie met God is voor mij ook heel belangrijk. En op het moment dat ik zeg maar niet in staat ben om zeg maar mijn leven met liefde te beleven of goed zijn voor anderen of soms zelfs wat grotere dingen, dan merk ik ook dat mijn relatie met God wat meer afstand zeg maar oproept of een gevoel van dat hij verder bij me vandaan staat. Als je vergeving van God krijgt, dat is het mooist, bestaat niet eigenlijk. Vamos todos. Je hebt een priester nodig omdat je kunt moeilijk naar God bellen zeg maar en dan vragen van God, kom je eventjes hier naar de aarde toe om mijn biecht aan te horen, weet je wel. Maar door de priester heb je eigenlijk contact met God. Vaak uit schaamte durf je niet alles te zeggen, maar de priester kan jou op weg helpen. Altijd eerlijk zijn. Dat is punt nummer 1 in de biecht. Anders dan heeft het hele biecht geen nut. Nou ja, ik ga niet helemaal in detail treden natuurlijk wat ik allemaal fout doe. Wacht eventjes. Ja, je kunt een voorbeeld geven. Niet. Eigenlijk is het biechtgeheim, hè? Dus ja, eigenlijk mag ik dat niet zeggen. Het schelden, het niet altijd even aardig zijn tegen iedereen. Egoïstisch, zal ik die persoon gaan helpen of zal ik toch maar even een boekje gaan lezen? Allemaal even kleine foutjes natuurlijk. En dat is voor mij zeker een hele belangrijke reden om af en toe gewoon naar die biechtstoel te gaan. En te zeggen, weet je, God, ik heb het weer gewoon helemaal fout gedaan. Ik heb een verkeerde keuze gemaakt en ik hoop gewoon dat je me wil vergeven.